Ja, u herinnert zich dit verhaal misschien nog wel van afgelopen zomer. Een man uit Veldhoven ging joyriden met een gestolen legertruck. Nou, die man die stond vandaag voor de rechter. En hier werd die truck gestolen, vanaf de legerbasis, de militaire basis in Oirschot. De man kon de truck meenemen omdat hij eerder op de dag op de hei een rugzak had gestolen van een militair die daar aan het oefenen was. In de rugzak zat een toegangspas voor de kazerne in Oirschot en er zat een universele sleutel in van een legertruck. De man uit Veldhoven reed daarna met de truck onder meer door Eindhoven en omgeving. En dat was best een dollemansrit. Meerdere andere wagens raakten beschadigd. Collega Raymond Merks hier bij mij. Je was vandaag bij die rechtszaak, Raymond. Zeker. Wat zegt die verdachte eigenlijk over wat die bewuste dag is gebeurd? Die verdachte die zegt, ik moest wel. Ik wilde echt iets aantonen. Want ik wilde aantonen dat die vliegbasis en die legerbasis in Oirschot dat het onveilig is. Dat je daar makkelijk kan komen. En hij zegt, ja, ik voel me ook onderzoeksjournalist. En hij zegt, ik heb ook wel degelijk iets aangetoond. Namelijk dat je daar makkelijk binnen kan komen. Maar is hij dat? Hij is dat totaal niet. Hij is ook niet onderzoeksjournalist van beroep. Maar hij zegt, ik voel me wel zo. En ik laat me inspireren door Alberto Stegeman bijvoorbeeld. Ja, hoe komt hij op jou over? Nou ja, toch wel als een verward persoon hoor. Hij heeft ook psychologisch gehad. Hij heeft het gehad over ufo's, dat hij vaak ufo's ziet, dat hij tijdens de daad, dat hij de stem van God hoorde. Dus ja, hij zegt wel meerdere dingen die aanleiding geven om te denken dat die man wel ernstig in de war is. Hoe kijkt justitie naar deze zaak? Ja, justitie gelooft het verhaal van die man niet. Ze denken dat hij gewoon psychotisch is geweest en ze geven hem daarom ook geen celstraf, tenminste dat eisen ze niet. Ze willen gewoon dat hij een jaar lang begeleiding krijgt in een psychiatrisch ziekenhuis. Dan tot slot Defensie. Wat is hun reactie op dit hele gebeuren? Want er is toch een legertruck van een legerbasis gestolen. Ja, sterker nog, het is in april al eerder gebeurd tenminste. Toen heeft Alberto Stegeman het ook voor elkaar gekregen om daar binnen te komen. Journalist van SBS. Ja, journalist van SBS. Nou, Defensie geeft aan in ieder geval wel geschrokken te zijn. Ze doen ook onderzoek. Ze willen niet zeggen of ze extra veiligheidsmaatregelen nemen vanwege de veiligheid. Als je dat zegt is dat natuurlijk niet slim. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen extra veiligheidsmaatregelen zijn gekomen. Oké, uitspraak over een week hè? Ja. Dankjewel, Raymond.